Acoustic Brass. Gepresenteerd door Matthias Middelsen. En Adrie Berends. Ja, we zijn er weer. En dit keer een wat rustigere uitzending dan vorige week. En ik moet eerlijk zeggen, we hadden het eerst gepland op deze dag. Maar ik denk dat iedereen blij is dat het vorige week was. Ja, toen het nog niet zo bloedheet was. Dat denk ik ook wel. Want het is daar bijna niet uit te houden nu in de studio. Nee, nou gelukkig met de airco aan valt het wel mee. Maar goed, het is natuurlijk tropisch buiten. En dan proberen we onze muziekkeuze ook wel een beetje op af te stemmen. En hoe mooier kan je eigenlijk je vakantie ingaan zo? Want het is natuurlijk onze laatste uitzending ook nog voor de vakantie. En dan zijn we met een aantal weken er niet. Zes weken dan zijn we er niet. Ja, we houden de schoolvakanties maar aan. We houden gewoon de schoolvakanties aan. En dan op 18 augustus was het, hè? Dan is de eerste uitzending weer. Als alles mee zit, dan zijn we er dan weer. En in de tussentijd natuurlijk een aantal herhalingen. Waaronder ook de 2 uurs uitzending van vorige week. Waarin we veel gasten hadden en ook een boeiend onderwerp hadden. Dus mocht je deze nog niet hebben nageluisterd. En mocht je er nog een keer willen naluisteren. Dan kan dat dus in de zomervakantie tussen 6 en 7 op Loco FM op de dinsdag. Dan wordt hij gewoon uitgezonden. En natuurlijk ook via onze website live te beluisteren. Want niet alleen wij zijn live op onze site te beluisteren. Maar eigenlijk de hele programmering van Loco. Ja, inderdaad. Dus. Eigenlijk wel, want het is gewoon doorgelinkt natuurlijk. Ja, vandaag hebben we ook weer best wel een programmaatje. Want we hebben in ieder geval zometeen nog nieuws over Tattoo Groningen. Ja. Wat eigenlijk vorige week al had gemoeten. Maar ja, vanwege de drukte in die uitzending was dat een beetje lastig. Dus dat trekken we even naar nu toe. En we hebben een nieuw programma-item. Ja, we gaan mee gaan starten. Zullen we gewoon er niks over vertellen? Nee, maar dat is wel leuk om aan te geven dat het een terugkerend item is. Ja. Net zoals de track van de week, als je het hebt over een vast programma-item. Dat is dat er natuurlijk ook eentje. Er kan nog steeds gestemd worden op de Wellenbrekker Polka van Reden. Of anders op Pride of the Fleet van KNG uit Leiden. En als jullie deze muziek alweer horen, dan merk je gewoon dat het tijd is voor een stukje muziek. Waarna we ook meteen gaan bellen met Albert Hendricks van Tattoo Groningen. Ja. Althans, als we hem te pakken kunnen krijgen. Eerst een stukje muziek, Zomers. En dat is dan Samba de Janeiro. De beste Afabra muziek bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties, mail of twitter ons. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass.
Samba de Janeiro. Ja, het is natuurlijk met dit weer bijna niet omheen te gaan. Nee, een heerlijk zomers nummer. En nou, met deze temperaturen en zeker die van zaterdag waanen we ons bijna in Brazilië. Maar goed, we gaan het al hebben over het najaar volgens mij. Want ja, we gaan wel heel snel ver vooruit. Aan de telefoon hebben we ondertussen Albert Hendricks van Tattoo Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en de reden dat we eigenlijk bellen met jullie is omdat jullie ons een fantastisch mooi mailtje stuurden. Wat eigenlijk vorige week al aan bod had moeten komen. Ja, wat vanwege de drukte in die uitzending niet wou. Maar het gaat om een soort prijsvraag, moet ik eigenlijk zeggen, denk ik. Ja, nou, prijsvraag. We hebben een oproep gedaan aan de mensen om een titel te bedenken voor het openingswerk. Want bij de opening van de 25e editie van Tattoo Groningen wordt gespeeld. Ja. Oké, want... Ja? Deze opening die is geschreven door Rob Goorhuis. En de partituren heb ik al. En er staat inderdaad geen titel boven. En we dachten van nou, misschien is het wel leuk om deze opening, om de mensen daar een titel voor te laten bedenken. Ja. Ten meer dat het ook een opening is door vier brassbands uit Noord-Groningen. Ja, want welke bands gaan het spelen, als ik ja, vraag mag? Dus de Provinciale Brassband Groningen. Ja? De Gereformeerde Brassband Groningen. De Martini Brassband Groningen en Constantijn Huygens uit Appingedam. Oké. En nou, nu willen jullie dus een titel eigenlijk door het publiek naar boven toe laten komen. Eentje die moet er nog ergens aan voldoen of mag het van alles zijn? Want niemand weet natuurlijk waar het stuk muziek over gaat. Nee, nou, het mooiste zou zijn dat Tattoo Groningen er natuurlijk een klein beetje terugkomt. Ja. Dat zou mooi zijn, want na de tattoo zal dit stuk ook worden gearrangeerd voor harmonie en vervaren. Zoiets als de Martini-ouverture of zo? Nou, we hebben de Martini-mars, hebben wij al. Ah, jammer. In Groningen. Maar dus het woord Martini moet er eigenlijk niet in. Oké. Dat is handig om te weten, inderdaad. Ja. Dus iets met Tattoo Groningen moet er eigenlijk wel in voorkomen. Dat zou mooi zijn. Ja. Oké. En wel even benieuwd hoe jullie dan zo bij dit idee zijn gekomen. Is het bewust dat er geen titel boven staat? Of was het zo en jullie dachten van nou, dan gaan we het publiek eens vragen? Nou, wij hebben de 25e editie van Tattoo Groningen. En wij hebben daar behoorlijk veel geld voor nodig. We hebben daar ook een beroep gedaan op de Kunstenaar in Groningen. En de Kunstenaar in Groningen die heeft gezegd van nou, als jullie nou ook nog eens een keer wat gaan doen met Groninger bands en wat bijzonders gaan doen, ja, dan hebben we misschien daar wel wat meer geld voor over. En hadden ze hier wat voor over? Wat zeg je? Hadden ze hier wat voor over toen jullie dit voorstelden? Hadden ze wat meer geld voor over. Kijk. We krijgen normaal een standaard subsidie van de Kunstenaar Groningen. Ja. Maar omdat dit een jubileumfeestje is en dat er heel veel geld gaat kosten, hebben ze gezegd van als jullie het programma nou iets aanpassen, ook als het kan smiddags nog iets in het centrum van Groningen, ja, dan hebben we daar wat extra geld voor over. Okay, want... Dan hebben we gezegd van nou, dan gaan we hebben een drietal concerten smiddags in de Der A-kerk. Mm-hmm. Dat zijn twee buitenlandse orkesten die daar een concert geven en de Harmonie Patrimonium geeft daar een concert. Toen hebben we gedacht van nou, laten we nou brassbands eerst de opening laten doen. Ja. Dat is ook speciaal. Want brassbands hebben normaal op een tattoo geen podium. En daar hebben we in overleg met Begeer Bruisma Muziek, Noord Music Holland, hebben we daar overleg over gehad. Die heeft gezegd van nou, is het leuk om daar een stuk voor te laten componeren, speciaal voor deze opening. Ja. En toen hebben we gezegd, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Kost natuurlijk ook wel weer wat geld. Ja. Maar en toen hebben we gezegd van nou, dan schrijven wij een prijsvraag uit. Mm-hmm. Prijsvraag. Naar ons publiek. Of ze daar een mooie openingstitel voor willen bedenken. Ja, want zo naast. Oké, want naast dat de mensen eigenlijk al vereerd zullen zijn als hun titel boven dit werk komt te staan, ja, valt er ook wel degelijk iets te winnen. Ja. Want, maar eerst misschien nog even goed, nadat we vertellen wat er te winnen valt. Laten we eerst maar vertellen wat er te winnen valt. Want dan gaan de mensen nou, nog harder schrijven. We geven in ieder geval een VIP-arrangement weg voor twee personen. Ja. En dat is natuurlijk een hele complete avond met ontvangst, met koffie en een pauze, een hapje en een drankje. En na de pauze nog deelnemen aan een afterparty. Ja. Daarnaast zal het stuk met de titel worden overhandigd aan de bedenker. Ja. En dat is eigenlijk de prijs die we ervoor hebben. Kijk, dus een heel gewoon VIP-arrangement op de avond zelf. Ja. Maar wat moeten ze daarvoor doen en hoe snel moeten ze reageren en waar naartoe moeten ze reageren? Nou, we hebben elke keer geschreven dat we eigenlijk op 1 juli willen sluiten. Ja. Dus als de mensen vanavond en morgen nog een titel willen bedenken, die willen het nog versturen, dan kan dat nog tot morgenavond. Ja.
2 juli willen we de beslissing gaan nemen van het winnende nummer. Mm-hmm. Daar hebben we een team voor samengesteld die daar over gaat denken. Ja. En als ze nog een titel willen zenden, moeten ze dat gaan doen. Naar organisatie @tattoo-groningen.nl. Organisatie @tattoo-groningen.nl. Daar kunnen ze in ieder geval de titel naartoe sturen. Ja. En moeten ze dan ook verder nog meteen wat gegevens meesturen? Of is het alleen de titel op dat moment? Dat is verder prima. En jullie gaan er eentje uitkiezen. En die krijgt dan contact met jullie. Al die mensen die nu reeds hebben ingestuurd. Die krijgen ook bericht van ons dat ze het niet zijn geworden. En de winnende titel die we zal op woensdag of donderdag bekend worden gemaakt. Oké. En even nieuwsgierig. Hoeveel reacties hebben jullie ondertussen al gekregen? We hebben 22 titels al binnen. Kijk, nou dat wordt nog een lastige keuze denk ik zo. Zit er ook al wat tussen waarvan je denkt van nou dat zou nog wel eens een goede kunnen zijn? Ja, er zitten meerdere tussen die wel in de aanmerking komen hoor. Ik heb er ook nog wel eentje in mijn gedachten, maar die ga je niet hardop zeggen. Ik ga hem gewoon insturen, denk ik. Ik zeg hem straks tegen. Dat moet je gewoon doen. Ja, en tot en met morgenavond, dus 23:59 denk ik, dat dan de stembussen sluiten en dan moet het echt ingeleverd zijn. Oké. Ja, want het stuk moet namelijk ook nog gereproduceerd worden door de uitgever. Ja. En het moet natuurlijk ook nog naar de Brassband, want die willen natuurlijk na de vakantie gelijk beginnen met de repetitie daarvoor. Ja, want even voor de duidelijk, wanneer is het ook weer die Tattoo Groningen? 7 november, zaterdagavond 7 november. Oké, dus dat duurt nog wel even, maar als je inderdaad moet instuderen, dan heb je de tijd ook wel nodig. Ja. Mag er al iets gezegd worden over het programma wat er plaats vindt op deze jubileumeditie? Ja, dat mag ook. Ons programma is op 1 band na compleet. Ja. Daar speelt in Veergarden uit Denemarken. Dat is het vijfvoudig landkampioen. Ja. Grosse Linden, de Feuerwehr van Grosse Linden, komt naar Groningen. Oké. Okay. KHG uit Leiden komt naar Groningen. Ares Musica Sassenheim komt naar Groningen. DWS uit Katwijk komt naar Groningen. En we hebben op de ODSC in Assen Irene Ede uitgekozen. Kijk, dus als je nog niet gemotiveerd was om het VIP-arrangement te winnen, dan ben je dat straks wel nadat je dit hebt gehoord, de line-up. Geweldig deelnemersveld. Tattoo Groningen dus in november. Albert, dankjewel voor het interview. En ook leuk dat je aan ons dacht om nog even de mogelijkheid te geven dat wij onze luisteraars ook nog kunnen vragen om een titel in te zenden. Tot morgenavond dus, 23:59, organisatie tattoo-groningen.nl. Bedankt. Oké, jullie ook bedankt voor de uitzending. Wij horen heel graag. Ik zal vast en zeker voor 7 november nog eens een keer wat informatie naar jullie toesturen. Zeker, dat is helemaal goed. En in verband met de vakantie zullen wij het volgende week niet bekend kunnen maken welke titel het geworden is. Maar als die op Twitter komt te staan of dat die gemaild wordt naar ons, dan gaan we dat uiteraard... we blijven het volgen. Laten we het daarop houden. Doen we helemaal. Goed, een goede avond verder gewenst en succes verder met de voorbereidingen. Hey, jullie nog een goede uitzending. Bedankt. Oké. Wij gaan luisteren naar een van de deelnemers die deze prachtige openingsfanfare, tenminste ik ga ervan uit dat die prachtig is, gaan spelen. Met andere woorden, we gaan luisteren naar de Martini Brass Band uit Groningen met het nummer The Pacific.
De Martini Brassband uit Groningen is dat dus. Een van de vier deelnemende brassbands die de opening zal verzorgen voor Taptoe Groningen. Aanstaand najaar, moet ik denk ik zeggen, van dit jaar. Ja, ja, en we gaan volgens mij... Een nieuwe item. We gaan hem even instarten. Het nieuwe item op Logo FM. Logo FM. Ja, want als het goed is, hebben wij op dit moment aan de telefoon hangen René Ranzijn. Goedenavond, René. Goedenavond, Adrie, Matthias. Goedenavond. Fijn jullie weer te horen. Ja, zeker weten. Ja, we zeiden net al, je vriendjes van de radio zijn er weer. Ja, en, zo is het. Wij gaan jou, als het goed is, zeer regelmatig bellen vanaf nu. Om, wat leuks... Nieuwtjes, hè? Slingeren. Ja, de nieuwtjes die worden. Ik zal ervoor zorgen dat ik in de bibliotheek, in het land, zal ik zorgen voor nieuwtjes. En dan mogen jullie soms bedenken of het waar of niet waar is. Lijkt maar goed. In het algemeen zal ik zorgen voor, zal ik de nazorg doen en goed kijken of het nieuwtje ook waar is. Dus ik heb hier een paar nieuwtjes voor jullie. Nou, ik ben heel benieuwd. En ook gezien wat er de laatste weken in de studio op jullie gebeurd is, dit is mooi hier opvolgen. Dat is wat betreft het WMC 2017. De Marsbejurering gaat naar alle waarschijnlijkheid weer terug oude stijl. Met 3 juryleden zoals op de Mars altijd werd ingezet. En het GE-element zal dan komen te verdwijnen. Oké. Een ander puntje. Flora Band uit Rijnsburg, een exempel uit Empel, hebben reeds hun eerste arrangement op de lessenaar liggen voor het WMC 2017. Zo, dat is al mooi op tijd. En een club bij jullie uit de buurt, Oranje IJsselmuiden. Ik weet uit zeer betrouwbare bron dat de eerste 2 arrangementen ook voor de nieuwe WMC-show zijn ook klaar en gereed. Kijk. En dan nog een dingetje. Een belangrijk dingetje is, en dit is een gerucht, dat ik heb vernomen in het geruchtencircuit dat KG einde van dit jaar met een nieuwe CD mogelijk gaat komen. Oh, dat is nog wel voor ons erg leuk. Ja, dat is mag het de volgende keer niet alleen een gerucht zijn, maar ook de mededeling dat? Ja, in deze is er mijn betrouwbare bron die ik natuurlijk niet nader kan noemen. Nee. Want dat zou te gevaarlijk voor hem zijn. Maar hij heeft verteld dat het nog niet helemaal zeker was. Okay, maar er wordt wel over gesproken. Sprekende over KNG. KNG zal aanstaande zaterdag een uniek concept wat repetitie betreft neerzetten. Ter afsluiting van het eerste deel van het zomerseizoen. Okay. Je kunt KNG van jong tot ouder, dus alle geledingen uit het KNG kun je vinden op Sportpark Haarsbroek in Zoeterwoude. Tussen 12 en 3:30 wordt een open repetitie gehouden met alle geledingen van alle kiddo's tot aan de generatie van de A-band kun je daar vinden. En die gaan daar gezamenlijk een repetitie houden met elkaar om de spirit en de motivatie weer te verhogen. Lijkt me heel leuk om erheen te gaan. Zeker. Dit zijn ze. Dit zijn de nieuwtjes die ik just for today wil noemen. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Jazeker. Heb je er nou ook al één tussen die niet waar is? Of, Nou, ik had er nog een andere. Die heb ik jullie net buiten de uitzending verteld. Ja. Dat ik op dit moment heerlijk, echt mannen, ik lig heerlijk op kieselwit strandje met 3 prachtige dames naast mij. En dat is ook een gerucht. Want je betrouwbare bron die wil het niet bevestigen. Nee. Hier wil ik mijn betrouwbare bron helemaal niet aansnijden. Dus Ik hou het hierbij. Ik wens jullie goede uitzendingen en tot volgende week. Ja. Dankjewel, René. Volgende week, want we hebben vakantie nu, hè? Ben je er nog? Ja, ik luister naar jullie aandachtig. We houden de vakanties van de leraren aan in dit geval. Dus dat is... heb je ook meteen... 6 weken? 6 weken, ja hoor. Ja, 6 weken. 18 augustus weer. Hij weet ook meteen waar we het over hebben. Dus je hebt ook een zomerstop. Dus ik zou zeggen, geniet lekker van die dames naast je op het strand. En van het hagelwitte strandje. En Matthias, 18 augustus. Ik heb net begrepen, dat gerucht was niet waar. Ah, verdorie. Oh. Dat is jammer. Sorry, man. Ja. Hey, maar even wat anders, René. Ja, want als jij 6 weken vakantie hebt, verwacht ik natuurlijk ook 6 keer zoveel geruchten en nieuwtjes volgende keer. Adrie, ik ga mijn uiterste best doen en ik hoop met echte serieuze nieuwtjes, want de nieuwtjes die ik net benoemd, die zijn serieuze nieuwtjes. Ja. En ik hoop dat jullie en de luisteraars dat met kunnen. Zeker. Ik wens alle korpsen wens ik een hele fijne grote vakantie toe. En we treffen elkaar weer in de tweede ronde van dit seizoen. Komt en goed. Jij natuurlijk ook een hele goede vakantie gewend, René. Bedankt in ieder geval voor de nieuwtjes. Dankjewel. En tot na de vakantie. En een mooie uitzending. Goed. Dankjewel. Dag, René.
Dat was René Ranzijn met de nieuwtjes. Ja, het kan heel snel zijn gegaan. Mocht je nou nog willen naluisteren, want voor mij ging het ook heel snel, dan kan het natuurlijk straks als deze uitzending weer wordt geüpload via de website LocoFM, waar die altijd op staat, via YouTube waar die op komt te staan en volgens mij ook gewoon via ons archief op onze site ballisticbrass.nl. En over KNG sprekende. Er kan ook nog steeds gestemd worden op de track van de week. Ja, www.ballisticbrass.nl. En daar kan je dus stemmen op Pride of the Fleet van KNG. Of anders op Reden, waar wij een polka voor hebben uitgekozen. Later deze uitzending, over ongeveer een kwartier, hoor je de winnende track. Ja, nou, volgens mij klopt dat helemaal wat je zegt. Dus wat dat betreft hoeven we daar weinig op aan te vullen. Wat we wel gaan doen is weer een stuk muziek draaien. Zeker. Wat jij. We gaan luisteren dit keer naar een big band. Draaien we niet zo heel vaak. Ik heb trouwens de verkeerde cd in mijn handen. Ik moet deze hebben. Een big band draaien we niet zo vaak. De Boom Big Band, om precies te zijn. En zij gaan voor ons het nummer maken. The Swinging Bones. Een beetje een lui, maar toch lekker swingend nummer. Dus de Boom Big Band met Swinging Bones. Dit is Ballistic Brass. Ballistic Brass op Loco FM. Loco FM. We'll be right back.
Ja, dan wil ik toch nog even terugkomen op die nieuwtjes, hè? Eigenlijk wil ik ze evalueren, maar ik weet ze niet allemaal weer. Evalueren? Ja. Nou, we begonnen met de marswedstrijden van 2-2. Ja, dat wou ik inderdaad even zeggen. In hoeverre is dat nou nieuws? Is dat echt, verbaast jou dit als WMC-fanaticus? Jij twijfelt aan de nieuwswaarde van dit bericht. Nee, zeker niet. Ik twijfel nergens aan. Maar ik zat even te denken van ja, zullen mensen het hebben zien aankomen? Of komt dat inderdaad als een donderslag bij helder hemel dat we straks een reanimatie moeten gaan verlenen? Laat ik het zo zeggen, ik was er totaal niet mee bezig, dus ik had er niet bij nagedacht. Maar richting het dichter bij het WMC hadden we er misschien niet meer zo raar van opgekeken. Ik vind het in ieder geval niet een vreemde beslissing, laat ik het zo zeggen. Ja, dit was ook een niet alleen meer een gerucht, dit was ook een... Een waarheid. Een waarheid als een koe. Ja. Ja. En verder, dat is eigenlijk wat me heel erg bij is gebleven. Flora Bent had de eerste twee stukken op de lesna. Ja, en Oranje. Oranje had ook de eerste... Ja. Of nee, Flora Bent had het eerste stuk op de lesna. En Oranje had de eerste twee stukken klaar. En als laatste nieuwtje had hij KNG, die de CD misschien wellicht gaat maken. Ik hoop het. Ja, misschien kunnen we nog sponsoren aanboden. Tijd. Ja, dus mocht u nog veel geld verdienen en denken van waar moet ik het toch mee? Geef de KNG. Edith krijgt ook nog. Ja. Zodat zij een nieuwe CD kunnen maken. En daar zijn wij ook weer gelukkig mee, denk ik. Ja, absoluut. En natuurlijk ook nog even wat hij als laatste zei. Was het nou vrijdag of zaterdag? Dat ze met alle geledingen van alle mensen zaterdag, bij elkaar kwamen. Open repetitie. Ik dacht zaterdag. Ah, goed. We gaan nog even een stukje muziek draaien op deze mooie zonnige dinsdagavond. Onze laatste uitzending voor de vakantie. En we gaan luisteren naar Brassband De Walsang. Wou je nog wat zeggen? Ja, ik wou nog zeggen dat zoals ik nu een beetje de tijd inschat, het laatste nummer wordt voor de track van de week. Zeker. Dus nog een minuut of... Vier. Nou, laat ik dan nog heel even kort een nieuwsberichtje lezen. Dan hebben ze nog iets langer. Ja, dat is goed. Dan noem ik nog even de site www.ballisticbrass.nl. Daar kun je dus nog stemmen op de track van de week. De Wellenbrecker Polka van Show & Marching Band Reden. Of Pride of the Fleet van KG uit Leiden. Ja, en jij was drietal weken terug bij het ODSC in Assen. En toch? Ja, en daar heb je het Jachthornkorps uit Urk zien optreden. En zij zijn tweede geworden op de European Open Championships in het Duitse Rastede. De showband werd twee weken geleden kampioen op het Nederlands kampioenschap ODSC in Assen. En ze moesten het in Duitsland opnemen tegen topkorpsen uit de hele wereld. Nou, ze voerden in Rastede de show The Sound of the Nature op. En het Jachthornkorps behaalde 87,35 punten. Het Jachthornkorps werd tweede achter de band. Ja, dan moet ik even kijken, want hier is wat water overheen gegaan. Municipal de Taubaten uit Brazilië. Zo, die komen van ver allemaal, hè? Ja, internationaal. Die speelde denk ik Samba de Janeiro. Dat zou maar zo kunnen. En die was al een jaar lang, die mag zich nu een jaar lang European Open Champion noemen. Wel raar eigenlijk dat het een European Open Championship is, dat er ook korpsen buiten Europa aan meedoen. Dat vind ik heel bijzonder. Misschien bedoelden ze het plaatsje Brazilië, net zoals in Amerika is ook in Nederland, hè? Dat is in Limburg, dat klopt. Ja, maar dus, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier niet het geval is. Oké, okay, nou ja, anyhow, anyway. Laten we het zo. Muziek. www.ballisticbrass.nl dus voor de stem op de track van de week. En wij gaan nog even naar twee nummertjes luisteren in de tussentijd. Mini de Moocher als eerste van Brassband De Walsang. Gevolgd door Storm and Thunder van de Luchtmachtkapel. Ah, die juist. Thank you.
Yeah.
track van de week. 43. We zijn al wat aan de late kant, maar goed. Ja, we moeten opschieten, want we hebben nog heel veel nieuwsberichten ook. We hebben nog maar 16 minuten. Ah, nee, dat is niet waar. Heel kort. Ik ga even de juiste track erbij zoeken. Ja, nee, dus zeker. Trouwens, terwijl jij de juiste track erbij zoekt, het is de laatste track van de week voor de zomervakantie. En we hebben zojuist besloten dat we in de zomervakantie even een stop hebben. Heel democratisch met z'n tweeën. Ja, dus de eerste week, 18 augustus, dat we weer beginnen, dan zullen wij... Dat is wel denk ik net zo eerlijk. Reden met de Wellebrekken Polka, want zij winnen hem deze keer gewoon weer meenemen als eerste korps. Maar daar gaan we nog even een ander tegenover zetten. En dat zal dus de week 25 augustus zijn dat we weer de eerste keer een track van de week gaan draaien. Maar in dit geval dus de laatste keer van voor deze zomervakantie de Wellebrekken Polka van Reden. Met 15 stemmen tegen 11. En zij winnen dus de track van de week. Ja, de Wellebrekken Polka dus van Marching Showband Reden. Of Show en Marching Band Reden. Ho. En zij winnen voor de laatste keer voor de zomervakantie in ieder geval. Want we stoppen er echt niet mee. Althans, voorlopig nog niet met de track van de week. Die winnen zij dus. Ja, en we hebben nog... Wat is dit voor tweet dan? Ja, die heb ik niet gedaan. Dus er zit iemand op ons account. Ja, wat ik nog wel even wil zeggen. We kregen wel gelukkig een reactie op de vraag van waarom is het dan een... kan er een Braziliaanse band winnen? Ik ben van mening, ook al is het een open kampioenschap... Dan nog vind ik het raar als het een European Open Championship is, dat er ook buiten... Kijk, als het dan
een World Championship was geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, dat is, zal wel aan mij liggen. Terzijde, ja. Hé, we hebben nog een paar aankondigingen die misschien leuk zijn om te vertellen. Zeker voor hier in de regio. Want Excelsior uit Zalk, de brassband die voor hier in de regio tenminste wel bekend is. Die gaat morgenavond een buitenconcert geven vanaf 6 uur. Waar? Ja, dat is dus de enige vraag die ik dan heb. Maar ik klik even op het linkje en dan hoop ik... Kijk, daar staat in Zalk. In Zalk, hadden we ook wel kunnen bedenken natuurlijk. Ja. Op het Kerkplein met de B-band, de drumleerlingen en de A-band van Excelsior. Dat alles is in samenwerking met de plaatselijke snackbar daar. Ja, en dat is wel leuk, want je kan een Snackcelsior aanbieding... dat vind ik echt een goede grap, bedacht ook wel. Voor €4,50... Of een plate openluchtconcert. Nou, dat is een tientje. Maar op zich, je sponsort natuurlijk ook gewoon... Nou, en er staat er nog bij. Dat is wel heel mooi. Die folder is gemaakt, of die flyer gemaakt toen ze nog niet wisten dat het 41 graden zou worden zaterdag. Dat denk ik ook, ja. Maar bij regen zit ze in de hoge brink. Maar dat zal wel meevallen. Dat denk ik ook wel. Nou, in buiten ieder dus. Geval, dat is dus aanstaande morgen. Woensdag. Morgenavond om 6 uur te zien daar. Dus eten hoef je niet voor de tijd, want er zijn daar goede aanbiedingen. Dus wat dat betreft. Had ik nog een dingetje. Even kijken waar die naartoe verhuisd is. Blablabla. Ja, hier, de follow-up Savare, die gaat namelijk ook een zomeravondconcert geven. Vanavond om 19:30 bij de Grootkerk in Vollenhoven. Dus heb je vanavond nog niks te doen. En dat is dus al over 3 kwartier. Dan, dat red je nog wel hier naartoe. Naar dat Vollenhoven. Red je nog wel Vollenhoven. Dat moet nog net kunnen. Dan kun je daar dus terecht voor een zomeravondconcert van de Vollenhoven Savare. En misschien ook leuk om te zeggen, nu we toch bezig zijn met de Twitterberichten, dat vanavond de wijkkrant de Dize Porter is geweest bij de Music Kids van Jubal uit Zwolle. Er kan nog steeds ingeschreven worden. Je kunt je als kind uit Zwolle en omgeving nog steeds opgeven voor 25 augustus. Want dan beginnen de nieuwe lessen. Ja, en dan natuurlijk iedereen die weet dat zaterdag wel iets verder van huis de Tour de France begint. En ja, even een persoonlijke frustratie. Ik hoop dat die politie toch niet zo kinderachtig is dat ze dan ook nog de Tour gaan hinderen. Dan zou ik zeggen, gaat er boeven van. Of heb je dat niet gehoord? Wat bedoel je? Nou, ze willen acties gaan voeren. Omdat de cao-handelingen op hun gat liggen. Oh, en dat willen ze dan gaan doen. Waardoor de Tour de France en de renners eigenlijk dus ook gehinderd worden. Nou heb ik helemaal niks met die Tour de France. Maar ik vind het toch wel erg triest. Maar goed, het is wel leuk dat er tijdens de Tour de France... Want we kregen een persbericht. Wel een statement. Ja, maar wel een heel slecht statement. Ook voor voor naar buiten toe. Ja. Als Nederland kan je het ook niet maken. Dus ik hoop dat de rechter in het kort geding ook... Ze zijn nog al meer dan een jaar bezig. Dat kan zijn, maar uiteindelijk... Die wielrenners die kunnen er niks aan doen. Dus die moet je niet net zo... Ja, nee, dan ga ik te ver. Ik wou zeggen, net zoals Arubaan die doodgeslagen is door de politie. Dat is ook een statement, kan je zo kunnen zeggen, voor een betere cao-handeling. Maar nee, dat kan je niet dat maken. Dat gaan we niet doen. Maar goed, wel leuk wat de ministerie van Defensie... die heeft ons aangegeven dat tijdens de Grand Départ van de Tour de France... de muzikanten op de fiets. En dan hebben we het niet over Crescendo op Ende... maar wel over het Defensie Wielerrijdersorkest. En dit zijn militaire muzici van de fanfare Brede Wapens, die de traditie van het regiment wielrijders voortzetten. Als wielrijderskorps fietsen zij al musicerend voor de stoet uit. En wellicht gehinderd door de politie. Begin 20e eeuw werd er per regiment een ploeg wielrijders ingedeeld die vooral voor patrouilles, uitvoerden. En voor die tijd een goedkoop middel met grote rijkwijde. Tot in de Tweede Wereldoorlog heeft de dienstfiets dienst gedaan. Nou, en voor zover wij weten is deze militaire wielrijdersorkest uniek in de wereld en typisch Nederlands. Het wielrijdersorkest wordt dan ook met regelmaat gevraagd op tattoo-shows in het buitenland. Om de marsmuziek goed te laten klinken moet het parcours niet hobbelig zijn. En ook zijn steile hellingen niet bevorderlijk voor de muzikale prestatie. Nou, dat kun je dus allemaal zien op vrijdag 3 juli als ik het zo zie, 's avonds. Zaterdag begint hij. Maar dit is dus tijdens de Grand Départ in Utrecht. De Grand Départ. Ja. Wel een beetje Frans uitspreken. Ja joh, whatever. De grote wat is het? Ja, het grote vertrek. Groot vertrek, juist. Ja. Dat dus. Muziek nog even? Ja, laten we doen. Ik heb nog een mooi trekje klaarstaan. Ik denk dat ik hem niet hoef aan te kondigen. Dat nou, denk ik. Dan doe je het niet. Dat gaan we gewoon niet doen. We gaan gewoon luisteren. We'll be right back.
Nou, die hoefde ik niet aan te kondigen. Hè? Dat was onze gelijknamige titel, wou ik zeggen. Ballistic Brass. Van ook dezelfde cd. Van de cd Ballistic Brass in het programma Ballistic Brass. Dus wat wil je nog meer? Fantastisch trio. Dat is een behoorlijk veel Ballistic Brass in één zin. Nog even een kort persbericht voordat wij... Nou, we gaan ook echt wel de laatste... We zitten denk ik al bijna in de blessuretijd van onze laatste uitzending voor de zomervakantie. Dat nog wel even goed om te zeggen. Tot en met 18 juni. Dan zijn wij er niet. Of tot en met 17 juni. Vanaf 18 juni dan augustus. Oké, overnieuw. Tot en met 17 augustus zijn wij er niet te horen hier. Maar vanaf 18 augustus weer wel. En tot die tijd veel herhalingen. Gewoon niet alleen maar non-stop muziek. Maar ook nog de nieuwsberichten. Ook deze uitzending zal herhaald worden. Zodat jullie ook nog een keer de uitzending van met René Land zijn. Zijn nieuwsberichten kunnen terugluisteren. Ja. Maar goed, vorige week was bij ons in de uitzending Bart van Mel. Ja, en misschien wel leuk om daar even een nieuwsberichtje over te doen. Want na 10 jaar gaat hij stoppen als dirigent van de christelijke muziek en showband Juliana uit Amersfoort. Hij blijft wel als adviseur aan de vereniging verbonden. Van Mel die zegt zelf van ik ben met heel veel plezier dirigent geweest van Juliana en met het hoogtepunt voor het WMC 2009, waar we 92,47 punten op de mars haalden. En ook gezien de drukte in zijn werkzaamheden voor de KNMO is het nu tijd voor een volgende stap. En de vereniging is hier klaar voor. Hij begon als dirigent in 2004 bij de jeugdafdeling Bernhard. En in 2006 maakte hij de overstap naar de senioren Juliana. De voorzitter Gabriel Witteveen is blij dat Van Mel betrokken wil blijven bij de vereniging. Want onder Bart heeft het korps een flinke ontwikkeling doorgemaakt. En daar zijn ze hem erg dankbaar voor. En dat hij nu van advies blijft voorzien, dat tekent zijn betrokkenheid bij de vereniging. Aldus de voorzitter. Juliana gaat de komende periode in ieder geval op zoek naar een nieuwe dirigent. Voor de enthousiaste jonge groep muzikanten. En Van Mel die blijft dirigent tot een vervanger gevonden is. Vraag ik mij dan wel af van, zou je dan ook kunnen solliciteren nu? Misschien wel. Staat ze gaan niet in, hè? Nee, maar ze, ja, misschien gaan ze zelf op zoek. En ik kan me voorstellen dat Bart ook liever niet tot volgend jaar juli nog aanblijft, omdat ze geen vervanger hebben kunnen vinden. Dus wellicht is het een... Er staat ook niet bij acquisitie naar aanleiding van deze advertentie voor een nieuwe prijs gesteld. Dus ja, misschien kan je toch nog wel een poging wagen. Dat bedoel ik. Goed, dat was het laatste nieuwsbericht in deze uitzending op 30 juni. Misschien nog wel even goed om te zeggen, want wij hebben natuurlijk nu helemaal geen aandacht meer gegeven aan het evenement wat afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden. Het Proud Event, waarbij DCI-artiest Blue Devils aanwezig was in Leeuwarden. Wil je daar nou wat over lezen, over weten en van hoe het was geweest en filmpjes en bla bla bla, al die dingen, dan dat kun je allemaal vinden op www.korpsmuziek.nl. Dus www.korpsmuziek.nl en dan... gaat dat volgens mij helemaal goed komen. En misschien ook nog even leuk om het antwoord te geven op de vraag die vorige week gesteld werd. Met hoeveel punten de Blue Devils daar kampioen waren geworden. En dat was een recordscore. 99,65 punten. Dat was dus het antwoord. En de winnaar die heeft absurd volgens mij... Absurd hoog. Ja, bizar. Ja. En de winnaar die heeft denk ik afgelopen zaterdag een mooie dag gehad. Tot zover onze uitzending op 30 juni op Loco FM. De laatste ook voor de zomervakantie. Zoals gezegd, vanaf 18 augustus 2015 zullen wij er, bij levende welzijn, hè, laten we het zeggen, live weer zijn. Live weer zijn tot die tijd op de dinsdagavond tussen 6 en 7 op Loco FM. Herhalingen die je gewoon kunt blijven luisteren en ook in ons archief kan vinden. Wat ons betreft een hele goede zomervakantie gewenst. Geniet ervan. Pak de rust voor de tweede helft van het zomerseizoen voor het muziekkorps. En graag tot 18 augustus. Ja, tot dan. Hoi hoi.